Amai. Tof, hè? Ja, leuk. Heel leuk. Amai, en dat groen? Stak ik daar een beetje mee? Maar ja, hè? Ja, tuurlijk. Ja? Hallo? Ja. Ja, ja. Jij daar. Wij kregen de uitdagende opgave om jou warm te maken voor een nieuw avontuur. Verkooppraatjes, promoties en flitsende slogans lagen klaar. Maar dat voelde niet goed. Dat is niet wie wij echt zijn. Josephine zijn realistisch, to the point en fair. Voilà. En daarom vroegen we onze eigen leerlingen wat zij eerlijke en terechte argumenten vinden om naar de Josephine te komen. De eerste dag voelde ik me een klein beetje nerveus. Maar erna voelde ik me direct thuis. Niemand deed afstandelijk. En de Josephine zijn de meisjes lekker en het eten tof. Was niet omgekeerd. Waarom ik graag op de Josephine zit? Gewoon omdat je jezelf mag zijn. Je bent nooit het enige nieuwtje in de klas. Mijn vrienden hebben mij trouwens deze school aangeraden en ik heb het me eigenlijk nog geen dag beklaagd. Of misschien toch een paar. Onze school heeft echt een mega ligging tussen de Brugse winkelstraten. Ideaal om pasta en ijsjes te eten. Of was het enquêtes afnemen? Dit is een echte business school. Hier leren wat ondernemen echt is, zoals in een winkel of in een bedrijfje. Om het leerkracht te snappen dat het leven hier ook fun mag zijn. En je ook bij hen terecht kan als het nodig is. Wat je hier leert, kan je echt gaan gebruiken tijdens stages, studiereizen of excursies. Mijn sprong naar de toekomst is intussen gemaakt, dankzij de Josephine. En nu is het aan jou. We hadden het zelf niet beter kunnen zeggen. Maar als leerkrachten hebben wij graag het laatste woord. Vandaar dit slotbeeld. Of ook niet. Tot binnenkort.